Ja, we zijn er bijna. Jongens! Jongens! Jongens, luister. Maak het kistje niet open. Als je het kistje openmaakt, zijn we al het geld kwijt. Al die moeite voor helemaal niks. Jullie moeten nu een keuze gaan maken. Wie krijgt welke koffer? Pak deze. Kijk, dan pak ik. Nee. Ik had mijn zin nog niet afgemaakt en er werd al als wilde beest op tafel gegrijd. Is het de kandidaat met het rode scherm gelukt om één van de drie koffertjes met de hoogste bedragen te bemachtigen? Het antwoord is ja. Aniek. Ik wil dat de kandidaten met de twee hoogste bedragen met mij meekomen. Het zindert nog na. Het vertrek van Aniek. Het feit dat een andere kandidaat de test eigenlijk als slechtste heeft gemaakt. En dat de twee kandidaten met de hoogste geldbedragen op zak direct na de eliminatie zijn weggehaald. En dan weten de overgebleven vier nog niet eens dat Nabil en Soy gaan gokken met het geld dat hen is toevertrouwd. Soy en Nabil, jullie hebben de twee koffers bemachtigd met de hoogste bedragen. 4750 euro zit erin. Dat is vanaf nu jullie speelgeld. En als jullie je medekandidaten goed inschatten, dan kunnen jullie dat bedrag verdubbelen tot 9500 euro. Jullie medekandidaten krijgen morgen de keuze tussen twee gesloten enveloppen. Op de een staat een euroteken. En op de andere staat joker. Jullie moeten nu bepalen in welke envelop je geld stopt en in welke envelop joker. Als het jullie morgen lukt om jullie medekandidaten te overtuigen om de envelop waar het geld in zit te openen, dan wordt dat bedrag verdubbeld. En dan verdienen jullie samen één joker. Lukt dat niet? En de kandidaat kiest voor de envelop waar de joker in zit, dan hebben jullie pech. Want dan krijgt jullie medekandidaat de joker. En dan zijn jullie het geld in de andere envelop kwijt. Oeh, oké. Okay. Jullie hebben even de tijd om hierover na te denken. Want jullie medekandidaten die gaan een opdracht zonder jullie doen bij de kerk. Oké. Succes. Dank je wel, Rick. Ja, en dan denk je meteen, wie ken ik het best? Wie vertrouw ik? Hoe kan ik iedereen bespelen? We hebben hier dus het geld. En hier hebben we dus vier jokers. Ja. We moeten dus bepalen per persoon wat diegene gaat kiezen. En wij moeten diegene overtuigen. Ja, wij moeten diegene overtuigen. Kijk, ik ben heel goed met Ranomi en Daniel. Ja. Dus ik ben goed met Jure en goed met Anke. En goed met Anke. Ik zou voorstellen dat jij hun twee doet. Jij kan ze wel inschatten. Of ze me geloven of niet en waarvoor ze gaan kiezen. Ja, ik stel voor dat ik dit koffertje split door tweeën. Dus dat doe ik 12,50 voor Daniel, 12,50 voor Ranomi. En dan moet jij kijken wie jij
Want je hebt natuurlijk Jurre en Anke wie je dan toch iets meer vertrouwt. Of je doet het gelijk, of je geeft de ander wat meer. Nou, ik weet niet of Anke mij vertrouwt. Precies. Ik denk dat Jurre mij wel vertrouwt. Ik denk dat Anke die vertrouwt mij niet. Als zowel Daniel als Ranomi mij vertrouwt en ze kiezen allebei voor de euro-envelop, dan hebben we gewoon 5000 euro. En als ze bij Soy allebei gaan happen, dan heeft hij 4500 euro extra voor in de pot. Bij Anke zou ik dat geld in de joker-envelop stoppen. Zodat ze denkt, hij is mij aan naaien, ik ga naar de joker-envelop. Denk je dat, ja? Tuurlijk, bij haar moet je omgekeerde psychologie doen, want eerlijk is eerlijk. Ik heb haar natuurlijk ook, wij hebben ook voor de jokers gekozen de vorige keer, dus ja. Dus als iedereen voor het geld ging, hadden we 9500 euro. En dat zou echt chill zijn voor de pot. Oké. Hebben we het gedaan, Nabil? Ja, man. No way back. No way back. Welkom. Dit is de kerk van Toelbach. Het is een hele bijzondere kerk. Want alle kerkgangers nemen hun eigen stoel mee naar de dienst. En elke kerkganger heeft zijn eigen vaste plek. En vandaag is het niet anders. Aan jullie de taak om uit te vinden wie is. En de kerkgangers op de juiste plek te zetten voordat de dienst begint. Jullie opereren in twee duo's. Eén duo opereert buiten. Die probeert daar te achterhalen wie de kerkgangers zijn, terwijl ze onderweg zijn naar de dienst. Het andere duo opereert binnen. Die probeert aan de hand van de aanwijzingen van het duo buiten iedereen goed te placeren. Elke kerkganger op de juiste plek levert 100 euro op voor de pot. Maak twee duo's. Ik wil graag binnen. Ik wil ook graag binnen. Ik denk dat jullie de meeste mensen zijn die mensen kunnen aanspreken. Ja. Mensen kunnen lokken. Ja. Gaan wij binnen? Gaan wij binnen. Eigenlijk zei ik gelijk al aan het begin, ik wil graag de verdeling doen. Ik denk dat je daarmee ook de meeste invloed weer op het spel kan hebben. En dat dat ook de plek is waar de mol zou willen zitten. Dan gaan we aan de slag. Succes. Dankjewel. Ik ging dus met Anke op pad en ik dacht gewoon aan één ding, geld harken. Anke voor Daniel en Ranomi. Wij gaan nu beginnen. Daniel en Ranomi voor jullie. Over. Veel succes. We komen daar aan in die kerk en we zien die ezel. En daar staat de verdeling van de kerk. Waar elke kerkganger moet zitten. Samen met Daniel deelden we één portal. En moesten we contact opnemen met Anke en Jurre. Hallo, ik zie een platte grond hier met de stoelen. En daarop zijn beschrijvingen. Of eigenschappen van de mensen die jullie moeten vinden. Ja. En daar komt ineens iemand aan met een eigen stoel. Je gaat dus hier met je eigen stoel naar de kerk. Ik ga wel even eerst. Ja. Maar ik zie ook al dat er nog meer mensen aankomen. En daarachter nog meer mensen. En dat er een soort stoet ons tegemoet komt. En we zijn maar met z'n tweeën. Hello, how are you? I'm thank you. I'm so sorry to disturb you. What's your name? My name is Mary Louise. Mary Louise, yes. Okay. De opdracht was dat we bij mensen moesten ontfutselen hoe ze nou een beetje in elkaar staken. En die specificaties moesten we doorgeven aan Ranomi en Daniel in de kerk. Oké, dan mogen jullie op zoek naar onder andere een wijnmaker. What do you do for kind of job? I knit little socks for cats. Little socks for cats, oké. Ik heb hier Marie-Louise. Ze maakt sokjes voor mini-katjes. Cat lady. Is zij een cat lady? Are you a cat lady? Yes, I've got 7 cats. Ja, ze heeft 7 katten. Dan is dat de cat lady van ons, denk ik. Who are you? I'm Christy. Christy, oké. En what is your job? I'm a painter. Ze heeft dus een zwarte blouse aan, lange jurk, soort van over haar broek met witte stippen. Check. Over en uit, begrepen.
Oké, nummer 1 is binnen. How is your family like? Do you have a father? No, I don't know. Huh? No, I don't know. Okay, but do you have a brother who joins you in the church? I've got a nephew. A nephew? Yes. And maybe he's joining to the church? Yes, I think so. Okay. Oké, ik heb hier een man, dat is een Peter. Dat is een man met een spencertje aan, beige en een blauwe ruitjesbroek. En dan heeft hij echt een klein puntig baardje. Wij weten niet of hij hoort. Dat is niet noodzakelijk wat hij aan heeft voor ons nog. Het zijn vooral eigenschappen. Een artiest? Jawel, jullie moeten toch weten wat iemand aan heeft, anders dan weet je niet hoe die eruit ziet. Nou, dat is echt hele duidelijke taal. En als je dat dan gewoon meeschrijft, dan weet je echt wel wie ik bedoel. Hello. What's your name? Can I ask that? Henriette, my name is Anke. Okay, nice to meet you, Anke. And what's your name? Anke. Daniel. Ik heb hier Henriette en Claire. Zien jullie die op de lijn staan? Wij zien geen Claire. We hebben bijvoorbeeld iemand die de oudste inwoner van de Church Street is. Marley. En Marley en, ja. De jongste inwoner van de Church Street. Oké, wij hebben niks aan wat jullie zeggen. Jullie moeten even zeggen, als wij iemand opnoemen, van staat hij bij jullie op de lijst. Dus wij hebben een painter. En wat is your name? Kutsia. Kutsia. Staat hij erop? Nee, staat er niet op. We hebben wel een artist. Artist zou ook kunnen. Dus die man die komt er nu aan. Een hele grote beer van een vent. Thank you so much. Nou, toen dacht ik bingo. Op naar de volgende. Hallo, hebben we daar een Claire die schoolteacher is? Ja, we hebben een schoolteacher en we zoeken ook zijn zoon. What is your name, sir? My name is Nicholas. Nicholas. And what is your work? Heel oud is. I'm a butcher. A butcher. Oké. Okay. Ik heb hier nog een butcher die heet Nicholas. Staat hij bij jullie op de lijst? Butcher. Nee, we zien geen butcher. And butcher is the only job you have? That's the only job I have. Okay, well, good luck in the church. Can I disturb you for 1 second? What's your name? Oh, okay. Do you have... Can you tell me something? Are you on your way to church? Okay, thank you. Oké, ik heb iemand die doof is. Ik heb geen idee of zij... ik kon dus niet met haar communiceren. Ja, we zoeken iemand die doof is. Bijna doof. What is your job? I'm a school teacher. Oké, school teacher Claire. Hebben jullie die... Oh, nee. You've already been asked, yes, right? Oké, thank you so much. Have a good day. Oh, shit. Er komt iemand aan. Wat is dat? Zwart? Dat is de cat lady. De eerste persoon die de kerk binnenliep, voldeed meteen aan de cat lady. 1, 2, 3, 4, 5. Anke, ik hoor je nu. Over. Hallo. Daniel. Waar? Ik heb geen idee. Het lastige was ook, wij mochten niet met deze mensen communiceren. Dus wij konden niet zeggen van, hey, hou je van katten? Of, hey, til jij fruit? Deze meneer heeft een streepjes overhemd. Hallo. Maar ze moesten hun mond houden en wij konden ze alleen maar vriendelijk begroeten en naar hun zitplek, juist in ieder geval hopelijk, leiden. What do you do for a job, can I ask? I'm a baker. A baker? Ik heb een beker. We hebben een beker, ja. De beker van de church. Dus deze beker. De beker heeft een overhemd aan, een bril op, heeft een baard en een donkergrijs pak aan. En een ribbroek, ja? Komt helemaal goed, dankjewel. Top. Enjoy your day. Oké, die moet op de 1, 2, 3 in de 4. Ik heb Mike Thomas, is een fulltime student. Anke, ja. Die meneer. Oh, hello sir. I'm so sorry, how are you? Waar gaan we deze meneer plaatsen? Ik heb hier een student psychology. Can you sit here? Staat niet op de lijst, over. What's your name? My name is Rodney. Rodney, and what do you do for a living? I'm a fruit grower. What's that? A fruit grower. A fruit grower. A fruit grower? Yeah. Ik heb hier een fruit grower. Ja. Nou, pikker. Hoe ziet hij eruit? We zoeken ook zijn vrouw. Ik heb hier ook Koos de Voen en hij oont een restaurant. Staat hij er bij jullie op? Nee. Nee, staat er niet op. We hebben wel een supermarkt-owner. Ja, dat is totaal niet wat ik bedoel. Oké, have a good day in the church. Waar moet die vrouw met de korte haren? Die moet hiervoor. Please, kom. Hiervoor, ja. Dan hebben we een oudere meneer. Zijn jullie daar nog? De teacher. We krijgen allemaal mensen binnen. We hebben geen idee waar ze heen moeten. Op zich is dat precies jullie taak. Wij hebben doorgegeven wat ze doen en wat hun namen zijn. Ja. You can sit here. Thank you very much. Oh, dit is zo fout. We konden helaas ook niet meer kerkgangers wisselen.
Hoe graag ik het ook zou willen, ik moest ze op een plek zetten. Dus meneer heeft mooie schoenen aan en een bruine broek. Ja, en een jas. Heel zwarte jas. Zullen we maar als artiest doen? Want we hebben nog een oudste. Oh, je hebt de oudste ja, daar ik heb fout. Dat is mijn fout. Ja, omdat dat is niet, ik dacht, die is zeker niet de oudste. Maar ja, om is leed die zelfs laatste binnenkomen. Ja, laten we hier zetten. Hier. Deze. Ja, hier, please. Ranomi had eigenlijk al vanaf het begin af aan, zei ze, degene die altijd te laat is, zal ook wel als laatste komen binnendruppelen. Ik vond dat zo slim van haar. Ik denk, dat moet het sowieso zijn. Anke, kom eens. Dit gaat helemaal niet goed. Heb jij al mensen? Goede ja, mensen? Ja, ik heb echt al. Ja. Oh, ik nog helemaal niemand. Gewoon baan vragen, naam vragen. Ja, dat doe ik. Bij mij staat niemand op de lijst. Oké, dan moeten we gewoon door. Ja. Oké, what's the fruit girl, guys? Ik voel me een soort discotheek. Door, bitch. Hij heeft dus een bril op, hij is onze leeftijd. Hij heeft een zwart jasje aan met een soort kaki broek en fans. Een zwart jasje, kaki broek, fans. Denk je dat we het goed doen? Nee, ik weet het wel. Hoeveel mensen heb je al op de lijst? Hello, how are you? Fine and you? You look beautiful. Ik ga even door naar de volgende. What's your name? Lauren Fleur. Ik heb hier Lauren Fleur. We hebben niks aan namen. Do you have maybe family around here? I do. I have a father. I live with my father. Oh, and was he around here as well? Yes. What's his name? James Fleur. James Fleur, de baker, zijn dochter heb ik hier. Klopt dat? Nee. We hebben geen dochter van de baker hierop staan. We kregen heel veel informatie binnen waar we niks mee konden. Dan vroeg Anke van ja, kunnen jullie met deze persoon iets? En die stond dan niet bij ons op de lijst voor zover wij wisten. What's your name? My name is Stace. Stace and? Azuren. Azuren. Ik heb hier Stace en... Er zit iemand de hele tijd op die knop van die portofoon te drukken. Ze hebben er allebei twee. Horen jullie mij? Hallo? Hebben we een postbode? Ja, postbode hebben we. Oké, wat is zijn naam? Wat is zijn naam bij jullie? Wat? Anke was regelmatig iets aan het omschrijven en opeens voef, weg. Anke, we praten te veel door elkaar. Anke, hoe ziet de postbode eruit? De postbode heeft een paard overhemd aan en zonnebril. Hallo. Please, you can sit here. Denk ik. Hallo, vertel even hoe het daar gaat binnen. Het is puur gokken, jongens. Wat? Puur gokken. Oh, er komt iemand aan. Okay. Een meneer. Oh, dit is, een meneer met fans. Ja, wij dit weten is het, daar is het. Dit is de fruit grower. Yes. Hello. Please come here. Youngest resident, zullen we dat doen? Zullen we haar? Harley? Ja, doe maar. Zal ik haar hier neerzetten? Thank you. Ja, ik denk dat we deze goed hebben. Ja. En iemand met paars, wie is dat? Waar is die rode Nikes? Rode Nikes, hier, Mailman. Oh. Mailman, ja, hebben we. Ik heb hier Person Y en Vicky. Hebben jullie die? Nee, de vader van Vicky. De vader van Vicky en Mike. De vader. We zoeken zijn of haar vader. Oké, do you know where your father is? Ik weet niet waar mijn vader is. Oké, okay, how does your father look like? Helemaal rechts, twee dingen. Deze, de rechter. Dankjewel, die hebben we ook. Ja, thank you. Oh, er komt nu een jongen met een roze overhemd. Roze overhemd. Oh, jongens. Maar zij zien toch gewoon... Wie was er nou een school? Zij zien toch gewoon al die beroepen en dan waar iemand moet zitten. Dus ik snap niet waarom dit dan voor hun zo moeilijk is. Welke ontbreekt dan nog? Eén, twee, drie. We hebben nog de vader of Vicky en Mike. En Marley. En iemand die altijd te laat is. Dus ik verwacht dat de laatste is. Ja. Laten we deze als Marley doen. Hallo. En toen hadden we Marley neergezet. En toen kwam iemand anders de kerk binnenwandelen. Oh, daar komt... Oh, dat is Marley. Dat is Marley. En toen dachten we... Oh nee, dat is Marley. Nou, laten we haar voorop zetten. Ja, laten we haar als laatste doen dan. Dat is always late, ja. Oh, we hebben een vrouw als vader, oké. Okay. My apologies. Hallo. Ben ik late? En ik dacht meteen, ja, had ik toch gelijk. De laatste persoon moet rechts achteraan zitten, want die is altijd te laat. Kandidaten, zo op het eerste gezicht is in elk geval iedereen in de kerk. Daniel, Ranomi, jullie hebben de kerkgangers geplaceerd. Het lijkt me niet meer dan eerlijk dat jullie gaan controleren of ze op de goede plek zitten. Ga je gang. Are you the winemaker? Yes. Nice. Are you the father of Vicky and Mike? We thought so. Are you almost deaf? Yes. Are you the fruit grower? Yes. Oh. Are you the fruit grower's wife?
Are you the youngest resident of Church Street number 2020? No, I'm not. Are you the supermarket owner? No. Are you the fruit picker? No. Are you Marley? No. Are you the mailman? Yes. 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 Nice. Are you the teacher's son? No. Are you the school teacher? No. Are you an artist? No. No. Are you Auntie Tollhouse? No. Are you the daughter of Church Street number 10? No. Huh? Nou, de volgende is ook niet goed. Are you the oldest resident of Church Street number 42? No. You thought so. Are you the baker for the church? Yes. Yes. Nice. Do you always sneak out early? No. But you are the cat lady. That's great. Yes. And we thought you were always late. Definitely. Yes. Yes. Nice. Okay, jongens. Dat betekent dat jullie 7 kerkgangers op de goede plek hebben gekregen. €700 voor de pot. En voor het eerst dit seizoen heb ik zowaar biljetten voor jullie. Yes. Echt geld. Voor wie? Anke zou ik voor willen stellen. Even Anke. Alsjeblieft. Dankjewel. 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 En sincere apologies. Eigenlijk hadden we dus andersom moeten werken. Want wij zaten nu allemaal hele random dingen te vragen die eigenlijk niet eens klopten. Terwijl jullie zulke specifieke dingen hadden. Ja, best wel veel heb ik door de zeg maar porto gezegd van we zoeken deze en deze en deze. Ik heb een beetje de meest algemene dingen. Dus een teacher en zijn zoon. Of de fruitteler en zijn vrouw. Zeg maar dat soort dingen. Oké, maar we hebben 700 piek eindelijk geld. En we weten nog steeds niet waar die anderen zijn. Nee. Dat is heel raar. Wat ik echt heel irritant vind. Ook. Maar we hebben 700 euro. Eindelijk 700 euro. Ik denk dat prima score. Trusting me? Prima score. Nou, ho, voor nu. Ja, voor nu. We gaan het nog bespreken. Let's go. Ik mag concluderen dat jullie eruit zijn. We zijn eruit. Ja? Ja. Tactiek, duidelijk. Ja, ja. Het komt vooral op onze woorden aan en onze overtuigingskracht, vertrouwen, die ik nog gelukkig heb. En ik ook wel, hoor. Ja. Ik ben benieuwd. We gaan het zien. Ik wil graag de enveloppen. En die koffertjes, die mag ik ook meenemen, hè? Oh ja. Dankjewel, jongens. Spannend, man. Maar wel goed gedaan. Wij zijn met z'n vieren. En er gaan ongetwijfeld vragen komen in de test over wat wij hebben gedaan en wat zij hebben gedaan. Dus wij weten dingen die zij niet weten. Maar andersom ook. En andersom ook. Ja. Dus we moeten informatie delen. Ja. Of niet. Ja. Maar goed, dit wordt wel... Want dan krijgen we van hun ook geen goede info, hè, als ze daarachter komen. Zij weten niet dat ze van ons... Nee, maar uiteindelijk misschien wel. Ja, het is een kwestie van vertrouwen. Zouden zij de waarheid spreken? Wat doen we nou met deze informatie die wij alleen maar met z'n viertjes hebben meegemaakt? Kennis is namelijk toch wel macht. En op het moment dat wij dingen anders zeggen tegen de andere twee... Ja, misschien heb je dan toch een klein voorsprongetje in de test. Ik vind het prima als jij begint, Anke, en je zegt iets... en dan beaam ik dat helemaal hoe dat is gegaan. Ja, ik ben niet een supergoeie acteur natuurlijk. Hè? Dus, Wat we ook kunnen doen is niet per se de groepjes omdraaien... maar dat ik bijvoorbeeld bij jou kom en jij, zeg maar, dat we het zo... Dus dan weten namelijk één van de twee... weet wel veel van de opdracht en de ander iets minder. Want ik weet echt niet hoe al die mensen heten of hoe dat allemaal is gegaan... dus dan kan de persoon en de andere dat invullen. Als je het helemaal omdraait... weet ik waarschijnlijk echt niet wat ik zo meteen moet vertellen van wat was jullie opdracht. Ja, goeie. Dus wij waren buiten en jullie waren binnen. Goed. Oké, goed idee. Goed. Dus nu hebben we het zo veranderd dat ik met Daniel in de kerk stond... en de meiden buiten op straat stonden. Wat dus eigenlijk niet zo was. En Bion en ik hebben bedacht om eigenlijk niks te delen. Zodat we het morgen gewoon echt aan het moment overlaten. En dat we gewoon gezegd dat we lekker samen... op een bankje hebben gezeten en een liedje hebben gezongen of zo. We hebben echt, denk ik, 2 uur met z'n tweeën gewoon in de zon gezeten... tussen allemaal verliefde stelletjes. Ja. En toen... Nee, daar? Twee... Dus je wel eten en drinken? Ja. Pizza's. Gegeten. Pizza's, ja. En dat was het. Maar wat, dus wij dachten helemaal... Wij dachten, wij gaan jullie niet zien tot... Jullie hebben niks gedaan. Niks, helemaal niks. Wij alleen dus. te horen gekregen, je kan morgen het geld gaan verdubbelen. Ja, ze hebben gewoon de hele dag zitten chillen of zo. Terwijl wij gewoon met z'n vieren een opdracht hebben gedaan. En
gelijk weet ik dan niet of dat dus waar is wat ze zeggen. Dus dan ben ik heel erg blij op dat moment. Dat ik denk van nou, gelukkig hebben wij ook een beetje de macht in handen genomen. Maar het was best wel lastig. Want twee mensen liepen op straat. Ja, op straat was Renomi en ik. En toen kwamen daar allemaal mensen aan met een stoel in de hand. En dan moesten we dus gaan interviewen. Dus we hadden graag niet hun naam, ja, maar wat ze hun voor werk deden. Wat hun ik ga natuurlijk wel even met Jurre samenzitten om eens even te kijken of hij mij wat meer informatie kan geven over deze opdracht. En ik heb hem ook verteld over de opdracht van morgen. Dat als hij kiest voor het geld, dat we geld in de pot hebben. En ik heb hem ook gezegd, heel eerlijk, dat in de andere envelop een joker zit. Ik moet tegenover jou dat overtuigen. Weet dat wat ik morgen zeg, ik lieg niet. Ja, dus ja, geld is geld, tegen mij. 100%. Geld is geld, joker is één joker. Oké. Duidelijk? Oh, dat jij dit tegen me zegt. Maar en wat, en mag je vertrouw dit... Je? Maar denk je niet dat Nabil het ook stiekem tegen iemand gaat zeggen? Nabil gaat het tegen niemand zeggen. Even tussen jou en mij, de opdracht van morgen weten we wel. We hebben twee enveloppen en jij moet mij dan gaan vertrouwen. Dus ik ga dan tegen jou zeggen, kijk, luister Renomi, hier zit geld in. Hier zit 1250 euro in. Als jij die pakt, dan wordt dat verdubbeld. Dan hebben we voor jou hebben we al 2500 euro voor de pot. Wat betekent dat als het voor de joker gaat? Als jij voor het geld gaat... Dat zou ik doen. Ja, maar ik hoef geen geld, ik wil jokers. Ga maar voor het geld. Ja, maar ik wil niet voor het geld, ik wil een joker. Of krijg, stel als ik voor de joker ga, dat we er dan twee krijgen, of hoe werkt dat? Wat? Ja, wat heb ik hier aan? Bij Daniel heb ik precies hetzelfde gedaan. Als hij het openmaakt, dus als hij mij vertrouwt, en ik weet zeker dat hij dat gaat doen, jullie ook, dus dan hebben we morgen in totaal 5000 euro voor de pot. Maar wat hij niet weet, en dat ga ik hem ook niet vertellen, per envelop krijg ik weer een joker. Maar wat ik wil doen, omdat ik jou vertrouw, ik ga jou een joker geven. En ik een joker. Omdat hij dus niks heeft gezegd tegen mij, hebben wij straks allebei één joker. Ik moet voor de joker gaan? Voor het geld. Oké. Maar dan vertrouw ik je heel erg hierin. Want ik... Je kan me 100% vertrouwen, want ik deel het met helemaal niemand, behalve met jou. Ja, maar ik wil niet voor het geld, ik wil voor een joker. Ja, dan ga je voor het geld. Oké. Deal? Deal? Ik vertrouw jou, hè? Ja. En volg mij. De laatste 6 kandidaten op naar een nieuwe locatie. Je kijkt om je heen en je ziet echt de mooiste landschappen, natuur. Terwijl ik gewoon uit het raampje kijk en even niet iets hoef op te schrijven in het molboekje. En gewoon genieten van dat we in Zuid-Afrika zijn. Zo jongens, wat een uitzicht weer. Nu er daadwerkelijk molbiljetten in het spel zijn gekomen, hebben Nabil en Soy meer dan de helft van het geld, 4750 euro, ingezet voor een volgende opdracht. En dus bedraagt de stand van de pot nu 4300 euro. De heren zijn ervan overtuigd dat ze daar bijna 14.000 euro van kunnen maken. Maar dat is wel een heel optimistisch scenario. Want wat gebeurt er als Daniel en Anke erachter komen dat ze ook jokers kunnen verdienen? Het antwoord volgt na een spookachtige avond in hun nieuwe verblijf. Welkom, welkom, welkom. Dank je. We hebben alleen de eerste keer. Welkom. Welkom, welkom. Dank je. Good evening, everyone. Welcome to the Lord Molde Hotel. My name is Daniel, and I will quickly take you on a tour through history. All right. Please enjoy. That's cool. Thank you. We komen hier aan in het Lord Milner Hotel. En daar staat eigenlijk de heer des huizes op ons te wachten.
En die wil ons eigenlijk meteen een rondleiding geven en eventjes wat over de historie van het hotel vertellen. En ik denk alleen maar opletten. Then just for reference as well, if you look that side, that's the Pink Church. Oh, we also have also the railway station still working till this day. And then also we have the bank. Ik ben meteen weer in de game modus. Waar zijn we? Wat noemt hij allemaal? Wat voor dingen benoemt hij heel specifiek? So welcome to Katie's room. Katie's room. Katie. So it is said that Katie still haunts this hotel still till this day. You might meet her tonight. If you call her name three times, she might appear. Okay. So this was her room. So you can still find some things here from her. Her dress, a beautiful harp, some of her things. Ik ben echt voor niks en niemand bang. Maar spookhuizen staan bij mij echt op nummer 1. Dus ik zak echt door de grond omdat ik denk... Sta ik weer met mijn hoofd in een spookhuis. Ik vind het wel verdacht dat die man ook Daniel heet, hoor. Maar dit is toch ook weer zo'n typische... Daniel. Zo'n gastheer, zo typisch, die dan... waarvan je denkt, dat is iets sinisters of zo. Hoe zouden we dan slapen? Hier dus ook. Ik lig echt tegen jou aan in bed. Dit wordt je wel relaxed vertellen? Slapen, dit. Hey! Kijk. Oh jee, wie is dat? Ja, dat is Katie. Ik ben Katie. Ik haat dit, jongens. Ik wil jullie helpen het speelgeld van Nabil en Soy terug te vinden. Maar dan moeten jullie mij ook helpen. Het werd ons duidelijk eigenlijk in de tekst van Katie dat ze ons zou gaan helpen bij het terugvinden van het speelgeld van Nabil en Soy. Nabil en Soy hebben namelijk gisteren hun koffertjes ingeleverd met het geld. En dat geld was pleiten, dus dat willen we natuurlijk terug hebben. Drie van jullie gaan nu naar mijn kamer op zoek naar ieders evenbeeld. Kijk jezelf daar indringend aan. De andere drie gaan naar buiten en vertalen het licht. Zo kom je achter ieders karakter. Kom voor middernacht hier terug met de evenbeelden. Zet de schakelaar om van mijn schilderij. Katie vertelde eigenlijk dat wij haar moesten helpen, zodat zij ons kon helpen. Zij wilde dat we dus twee teams gingen opzetten. De een zou naar buiten gaan en de ander zou binnen blijven. Wat denken jullie dat het engste is? Ik wil niet, denk ik, hier naar binnen. Ik denk buiten is minder eng. Ik wil wel binnen. Het lijkt me erg lekker eng. Ik doe ook binnen. Ik wil ook heel graag binnen. Ja, dus dan moeten we met z'n allen. Ik wil ook graag binnen. Nou, dan wordt het deze keer geen Daniel naar binnen. Ja, dat is prima. Lekker. Ranomi, Jure en Daniel naar buiten. Dan kan ik even goed Nabil en Soy in de gaten houden. Zal ik drukken? Ja? Allemaal klaar? Buiten knippert het licht, zie ik. Oh, moeten we daar niet kijken? Ja. Oh, hier. Ja. Er staat hier iets. Buiten. Let's go. Oké. Kistje. De taal van het licht opent deze kist. De taal van het licht opent deze kist. Ja, kijk eens hier. De taal van het licht. Match. Moeten we buiten zoeken misschien? Katie's room. Wat moeten we hier doen, jongens? We moeten op zoek naar onszelf. Een evenbeeld. Evenbeeld. Kijk, je denkt natuurlijk meteen aan spiegels. Schilderijen. Dagboekje. Taal van het licht. Is het SOS? Dus morsen, morsen. 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 Mor... Ja, heel scherp. Se. Ja. Nee? Ja. Yay. Yes. Oh my god. Wat goed. Leuk man dit. Oké. Wat is dit? Rustig. Wat even zijn kijken. Dit? Twee. Morsen alfabet. Ik heb ook een morse alfabet. Okay. De papieren waren eigenlijk de vertaling van de morsecode. Dus je zag welke letter welke lichtsignalen had. Dus als iets bijvoorbeeld kort was, dan wist je dat dat een specifieke letter was. En we dachten al, we moeten op zoek naar morsecode, naar knipperende lichten. Ja, volgens mij iets met spiegels toch gewoon? Oh, hey. Even beeld, we moeten naar onszelf kijken. Ja. Hey! Oeh. Oh, wacht. Andersom. Jullie gaan mij drie keer helpen om... Wat dingen? Recht te zetten. Daarmee
Help ik jullie? Oké, okay. We moeten haar helpen om dingen recht te zetten. Drie dingen. Ten eerste, soldaat waarnaar gewezen wordt bovenaan de trap. Trap. Hangt mij terecht. Kijk, precies. Dat wil ik niet. Oké. Okay. Oké, okay, maar dan denk ik dat één iemand hier moet blijven en die iemand anders moet het gaan doen. Want we hebben twee posters. Waar is de soldaat boven de trap dan? Ja, niet de trap hier. In de gang. Oké. Okay. Blijf jij hier? Ja. Oké, okay, gaan we dat doen. Kom. Oké. Okay. We hebben Porto, ja? Soldaat. Soldaat. Dit is een soldaat. Ja, dit zijn allemaal soldaten. Ja, maar laten we alles dan gewoon proberen recht te hangen, toch? Ja. Hup, oh. Ja, maar dit hangt toch allemaal soort van recht? Het eerste wat we denken is, ja, we moeten iets recht hangen. Wat hangt hier scheef? Moeten we iets recht hangen? Maar dat is het dus eigenlijk niet. Anke, kun je even herhalen wat ze precies zei? De soldaat bij de trap hangt haar terecht. Dus die moeten jullie scheef gaan hangen. Ja! Juist, inderdaad. Precies. Oké, okay, top. Soldaat. Nou, allemaal soldaten. Hé, hey, daar is iets. Daar is de sleutel. Er is een sleutel. Ja, kom maar even. Kamer 18. Zeg maar een sleutel. Ja, we hebben een sleutel gevonden van kamer 18. Oké, okay, hou me dan alsjeblieft even goed op de hoogte wat jullie aan het doen zijn, ja? Oh, ja, we hebben kamer 18 open, Anke. Oh, dit ben ik! Wat zien jullie er? Dit ben ik! Oh, wat zie ik er chic uit. Ik ben, sorry. Ik heb mezelf gevonden. Knopje? We gaan nu het knopje omduwen. Als wij het knopje aan en uit doen, zien jullie ergens een lichtje aan en uitgaan of aangaan? Op dit moment niet. Kijk dan, dit is in een studeerkamer. Ja, maar ja, zij zijn buiten, hè? Ja, dat is wel weer zo. Geld. Bank, de bank. De bank. Jongens, we weten het. Wacht even, het gaat niet zomaar om buiten. Het gaat om de locaties waarin wij in die foto staan. Ah, oké. Dus het gaat nu bijvoorbeeld bij mij om de bank. Daar is als goed een lampje aangaan en de opdracht voor jullie. Ja, ik zie hem. Van aan bij de bank. Jullie ja, moeten naar de ja. bank. Want... We zien het over. Komt goed. Oké, wacht even. Dit is lang. Kort. Lang, kort. Lang. Oké, lang, kort, lang. Middel, lang. Nu is het... Lang. Dit is heel lang. We zaten zo naar dat knipperende licht te kijken middel. En we dachten, wat is nou überhaupt het begin en het einde van een woord of letter? Wanneer moeten we een soort van enteren? Wanneer is überhaupt het hele bericht klaar? Oké, nu komt er een nieuwe. Dus... Nee, kijk maar. Kort, lang. Dit is niet het... Hij was niet lang uit. Kort. Kort. Lang. Ik zie een nieuwe opdracht, denk ik. Ten tweede. Ik wil geen geheimen hebben. Mijn natte jurk onthult mijn geheim. Ten tweede, ik wil geen geheimen hebben. Mijn natte jurk onthult mijn geheim. Ik denk, oké, ik ga die jurk nat maken. Maar ik dacht ook even, ik ga heel even niet die jongens op de hoogte brengen. Jullie laten mij hier alleen achter. Ik ga het nu even zelf uitvinden. Dus ik besluit goed nat te maken en hem eruit te halen. En ik zie een code staan. 745. En op een gegeven moment moet ik denken aan dat ik meteen toen ik binnenliep al een dagboekje zag liggen waar een slotje op zat, ook met 3 cijfers. En daar zat een sleutel in voor kamer nummer 11. Hé, hey, wie staat daar? Dat ben jij. Ja, dat ben ik. We hebben Nabil ook gevonden. Kunnen we niet gewoon verder naar... Kom, we gaan naar hun toe gewoon. Anke, wij komen naar jou toe, want we hebben hier niet zoveel te zoeken. We weten inmiddels dat Nabil dus bij de transportcompany zit. De J is kort, lang, lang, lang. Ja, 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 okay. Ja we zijn er. Ja. En dit eerlijk is de vraagteken. Eerlijk vraagteken. We hebben het woord bij de bank ontrafeld. Dat is eerlijk vraagteken. Hoort dan eerlijk met een vraagteken bij Soy? Of moeten we uiteindelijk die woorden dan nog bij de juiste persoon gaan zoeken? Ik vind net een sleutel. Oh, top. Kamer 11. Toevallig ineens. Ga jij daar naartoe alleen? Ineens vind je sleutel. Ik ga wel mee. Blijf je daar? Waar ga ik naartoe? Naar Katie's room. Ja.
Nee. Gaat lekker, mensen. Hey. We zitten er nu goed in. Oké. Even zien. Ik hoor niks meer. Maakt niet uit. Oké, hij is gestopt. Dan gaan we. Nee, hij is niet gestopt. Oké. Kamer 11, kijken. Ja! Oh mijn god! Dit ben ik! Fantastisch! We hebben nieuwe aanwijzingen. Sooi en Anke aan de rest. We zien een schilderij van Jurre en misschien een schilderij van Anke. We willen eigenlijk als eerste schilderij van Jurre de lichtswitch omdraaien. Dat is bij iets met wijn. Milner Wine. Kort. Enter. Kort, lang, kort, enter dus. Mm-hmm. Kort. Er gebeurt buiten niks. Jongens, buitenteam, wat... Hallo. Hallo. Anke, stuur. Te veel mensen aan het indrukken. Laten we één voor één praten met elkaar. Over. Oké. Hey, ja, nee. Kijk, kort, lang, lang, lang is de J. Ja. Dus het is weer eerlijk. Lang, kort, lang is dat de K. Ja, lang, kort, lang. Ja, eerlijk. En dan vraag ik. Laatste is een vraag. Dus weer twee keer. Dat was het woord van Nabil. En toen gingen we even door mijn hoofd dat ik dacht... Oh ja, Nabil en Sooi hebben natuurlijk die koffertjes verdeeld. Hoezo komt er dan nu het woord eerlijk met een vraagteken? Laten we gewoon die lichtvetje om gaan turnen. Misschien ziet iemand het. Ja, precies. We doen het gewoon... Ten derde. Derde. Ik wil dat mijn zusje en broertje elkaar in de entree van het hotel kunnen aankijken. Ach, dat zijn die twee beelden die ik zag. Je moet elkaar aankijken. Ja, volgens mij dit dan toch? Ja, naar elkaar toe, naar elkaar kijken. Oh, oh mijn god. Katie, kamer 15. Oké, boven. Waar waren jullie net? Hierboven? Ja. Is dit niet iets? Dit hier daar, niet? Ja, daar brandt het licht. Ja. Waar? Boven, linksboven. Ranomi hier, we zijn nu bij de pub van Jurre. Nu is die lang uit. Ja, we gaan. Kort. Kort. Hey. Kijk dan. Ranomi. Ranomi en Daniel. Kort. Kort. Enter. Eigenlijk had Ranomi de coördinerende rol. En Jurre schreef op wat ik zag. En we ontcijferden daarna eigenlijk gewoon het woord. Dus dat ging eigenlijk best wel gesmeerd. Kort, lang, kort, kort. Slim. 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 Ben ik slim? Slim. Inmiddels hebben we ook de twee laatste kandidaten. Ranomi, jij werkt in een school. En priester. Daniel is priester in de kerk. En wij gaan nu ook die lichtschakelaars omturnen. En dan komen wij terug naar jou, Sooi, Anke en Nabil. Kort. Nee, lang, sorry. Enter. Dat was hem, denk ik. Klein. I? Klein. Klein. Wacht ervoor. LK, lang, kort. Klein. Oké, okay, dus klein. Lang. Lang. Enter. Dit was hem ook. Dit was hem. We hebben alle schilderijen gevonden. We hebben het doorgegeven aan de buitengroep. En nu moeten we zo snel mogelijk al die schilderijen maar meenemen... naar de plek waar we zijn begonnen... om samen uit te zoeken wat we hier verder mee kunnen. Kijk die voor mij. Wauw. Wat een figuren, nou, jongen. Dan gaan we de volgende. Achterop. Van. Van. Er staat van op aan de achterkant. Ah, kijk. Bij mij is in. Is in. En dan moeten we alleen nog de trein hebben, toch? Ja, trein. Okay. Treinstation. Dat is daar. Nice. Ja, ik zie licht al. Ik zie licht. Ja. Oké, dat is daar. Joppie. Nou, dat is de laatste. Oké. Onze vriendin? Het speelgeld. Het speelgeld. Van Nabil, van. Nabil en Sooi. Kort. Ja? Kort. Ja? Enter. Is in. De roze. Het slinks, denk ik. Ja, S is drie kort. Ja. Slinks. Het speelgeld van Nabil en Sooi. Is in de roze kerk. Het geld van Nabil en Sooi is in...
De roze, roze kerk. Ah, daar ligt het geld. Hey! Hey! Hallo! Hey. Kijk uit, kijk uit, kijk uit. Kijk uit voor jezelf. Oh. Kijk uit. Zijn dat de schilderijen? Dat is, dat is de achterkant. Even. Wacht. Wil je het zien? Wil je het zien? Ja? Kijk. Dit is Nabil. Kijk. Hey, oh my god! Kijk, jou. Wow. Wat gaaf. Wat moeten we doen, jongens? Hebben jullie de woorden? Ja, we hebben woorden. Ja. We hebben eigenlijk 6 eigenschappen, waarvan er 2 keer eerlijk is met een vraagteken. Soy eerlijk, Nabil eerlijk, Jurre slim, Anke slinks, Daniel sluw, Renomi klein. Dat is niet echt een eigenschap. Nee. Dus dat vind ik een beetje het lastige eraan. Hopelijk hebben jullie ieders karakter ontdekt. Achter jullie schilderij vinden jullie de locatie. Achter mijn schilderij vinden jullie de sleutel. Laten we het sleuteltje pakken. Laten we van het sleuteltje pakken en richting de kerk gaan. En misschien hebben we daar Daar zullen we even kijken. Nog even... Ja. 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 Roze kerk. Roze kerk. Oké, ik heb hem. Oké, let's go. Ze hebben bij iedereen dus een woord vrijgespeeld. Maar ik twijfel ook een beetje of dit wel echt de woorden zijn die bij ons passen. Goedenavond. 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 Jullie hebben de locatie van het speelgeld gevonden. Ik ben ook benieuwd of jullie je karakter hebben gevonden. Soy. Welk karakter hoort bij jou? Eerlijk, vraagteken. Goed zo. Yes. Mag daar gaan zitten. Oké. Okay. Daniel. Wat is jouw karakter? Sluw. Dat klopt. Ga maar bij jouw kistje zitten. Anke. Slinks. Klopt. Slinks ben jij. Jurre. Slim. Klopt ook. Ga maar naar je kistje toe. Nabil. Eerlijk? Precies de goede intonatie. Ga maar zitten. Ranomi. Klein. Is dat een karaktereigenschap? Nee. Nee, hè? Het is ook niet goed. Nee. Dat betekent dat de opdracht voor jou hier ophoudt. Je mag wel gaan zitten, maar je kistje neem ik mee. Op dat moment baalde ik als een stekker. Want ik dacht, wie heeft mij dit geflikt? Dit kunnen 2 mensen geweest zijn, namelijk of Jurre of Daniel. Ik moet hier nog even goed over nadenken wat er nou eigenlijk gebeurd is. Het zal jullie niet ontgaan zijn, maar Soy en Nabil hebben de inhoud van hun 2 geldkoffers ingezet voor deze opdracht. In totaal €4.750. En ze hopen dat vanavond hier te verdubbelen. En ik zal jullie zeggen hoe. Als je straks je kistje openmaakt, liggen daar 2 enveloppen. Op de ene envelop staat een euroteken en op de andere staat joker. Nabil en Soy hebben zelf bepaald wat ze in welke envelop hebben gedaan. Maar als er een euroteken staat op een envelop, wil dat niet zeggen dat er geld in zit. Daar zou best een joker in kunnen zitten. En andersom. Ja. De beide heren gaan jullie zo meteen advies geven over welke envelop je moet openen. En er staat veel op het spel. Als je een envelop opent met geld erin, dan wordt dat bedrag verdubbeld. En dan verdienen Nabil en Soy samen 1 joker. Maar open je de envelop met de joker erin, dan is die joker voor jou. Heren, het is nu aan jullie. Wie mag als eerste een envelop openmaken? Daniel.
Maak het kistje maar open, Daniel. Wat voor advies geef je aan Daniel? Ik geef aan Daniel het advies om voor het geld te gaan. Dus de euroteken. Ga je niet meer zeggen, Nabil? Hè? Ga je niet meer zeggen? Nou, ik... Overtuig hem. Nee, ik overtuig hem. Maak die euro open. Ja. Dan zul je zien wat erin zit. We zijn heel 100% eerlijk geweest. Dus ik zou het gewoon... Ik zou voor de groep kiezen. Want je hebt al eerder een keer voor een joker gekozen. Ja, toch ook? Ja, dus, ja, maar nu hebben we heel eerlijk. Dus ik zou zeggen, ga voor dat geld. Kies voor de pot, want dan is het 2500 euro. Oké. Okay. Klasse. 2500 euro. Dus 2500 euro in de pot. Eén joker voor jullie. Wie gaan jullie als volgende advies geven? Jurre. Jurre. Maak je kistje maar open. Alright. Wat ga je doen, Jurre? Wat mij dwars zit, is dat jij ook een verhaal tegen mij hebt opgehouden, maar dat dat anders is dan wat Rick nu net zegt. Nee. Wel. Je had het over twee jokers en jullie krijgen dus met z'n tweeën één joker. Toch? Eens? We krijgen vier jokers. Als iedereen het goed zou doen. Kijk, maar je bent wel iemand die altijd hard vecht om die pot vol te krijgen. Hmm. Dus ik snap dat het even rauw op je dak valt, maar ik zou echt voorstellen om die euro-envelop open te maken, want dan hebben we 2400 extra in de pot. Ja. Dan kan ik ook eventueel een jokertje aan jou geven. Precies. Mm-hmm. Dan valt het over te onderhandelen. Dan kan ik zeker met jou over onderhandelen. En daarom heb ik het ook zo tegen jou gezegd. Mm-hmm. Ik ben eerlijk tegen je geweest. Ja, maar nu op jouw ding staat er eerlijk met een vraagteken. Ja. En daarom kies ik nu voor mezelf en kies ik joker. Als dat erin zit natuurlijk. Als dat erin zit, ja. Ja, dat is namelijk ook nog maar de vraag. Doe je het echt? Ja. Een joker. Dat is een joker voor Jurre. Het geld in de andere envelop... Is weg. Is weg. Dan blijft Anke over. Tell me. Ik ben degene geweest die de dingen in jouw envelopjes heeft gedaan. Maar ik heb daarna gehoord dat jij mij niet heel erg vertrouwt in dit spel. Ja, het is aan jou. Wat denk je dat ik waar heb ingelegd? En, Maar het was naar aanleiding van de test van gisteren. Wij merkten gewoon heel erg dat jij een beetje wantrouwig was richting Zooi. Dus wij hebben voor jou de keus gemaakt. Alleen ik stel voor dat je de euro-envelop openmaakt. En dat je kiest voor een pot. Wat zeg jij, Zooi? Ja, denk het ook. En je weet dat ik altijd voor een joker zou gaan voor mezelf. Mm-hmm. Dus kies ik dan voor het geld of voor de joker? Ja, dat is aan jou. Ja, dat is aan jou. Hoeveel is het potje al waard? Vertrouw je mij? Vertrouw je ons? Ik vertrouw jullie natuurlijk niet, maar ik probeer jullie in dit spel heel even te vertrouwen nu op dit moment. Dus jullie vinden dat ik voor het geld moet gaan? Ik zou wel voor het geld gaan, ja. En dan kunnen we het daarna nog wel hebben over... Ja. De jokers. Dus dan is het een win-win situatie. Zij gaan ook voor hun eigen belang. Kies voor jezelf. Ja, maar daar zit misschien dat geld in. Nee, want zij kiezen ook voor zichzelf. En daarom zeggen ze het euroteken. Hier krijgen zij ook wat mee. Met die niet. Ja, als dat erin zit.
Ze adviseren jou te eurotekenen. Oh mijn god, sorry. Ik kan gewoon niet kiezen. Ik kies voor de jood. Een joker voor Anke. En de envelop met het geld verdwijnt uit het spel. Dat betekent dat jullie met deze opdracht 2500 euro hebben verdiend. Er zijn twee jokers in het spel gekomen aan die kant. Eén aan deze kant. Ik ben blij, maar ja, je voelt je dan toch ook een beetje schuldig dat je niet dat geld in de pot hebt gespeeld. Maar ik ben toch blij met mijn jokertje. Mijn eerste. Jullie hebben dan toch nu ook één joker dus? Ja, we hebben ook een joker. Wat gaan jullie daarmee doen? Ja. Jullie hebben er eentje. Eentje. Het is echt zo kut voor jou, Romy, trouwens. Ja. Echt. Ja. Nou. Gek, hè? Wat gaan we doen? Wij hebben twee groepen gemaakt. Ik zou Daniel overtuigen en Ranomi, want dat waren mijn mensen. En jij zou jouw mensen overtuigen, maar dat is je niet gelukt. En mij wel, dus eigenlijk is die ook van mij. Maar heel eerlijk, ik heb jou ook heel erg geholpen met Daniel, hè? Wat dan? Nou, op een gegeven moment viel het een beetje stil en dacht ik help even. Ik gooi even wat in de groep en ik help een beetje aan tafel. Dit is toch waar? Ja, maar dat is wel een aandeel die heel minimaal is. Ik bedoel, jij hebt ze allebei niet weten te overtuigen. Ja. Dan verdien ik hem. Plus, ik zweer je, als dat hele bootincident niet was gebeurd, had ik genade. Dan had ik zoiets van, ik gun het je wel en weet je, we moeten allemaal door en we moeten elkaar af en toe ook een steuntje geven. Maar nee, waarom zou ik dit in godsnaam doen? Weet je, dus dan kies ik absoluut voor mezelf, zoals jouw beste Mattie dat ook heeft gedaan. Voor zichzelf, Jure. Ik begrijp dat Nabil kiest ervoor om die joker te houden. En daar kan ik eigenlijk ook niet veel meer op inbrengen. Het enige wat ik denk is, waarom speel ik dit spel zo eerlijk? Goedemorgen. Maar jij hebt dus heel slecht geslapen. Hoe komt dat? Van Katie. Ik denk wel Katie, ja. Katie. Ik voelde echt iets. Maar ik hoorde niks. Ik hoorde alleen maar geraak van mijn eigen bed. Ik hou van dit soort hotels. Het is oud. Het is echt barok. Ik heb helaas Katie niet op bezoek gehad. Maar desondanks heb ik echt lekker geslapen. Even beter gaan organiseren wel, want ik heb het er nu. Je heel rommelig uit, Anke. Ja, goed. Hoe noem je dat? Goed steken. We hadden eigenlijk niet meer goed en scherp op ons netvlies hoeveel er nou in mijn portemonneetje zit. Dus we gaan eigenlijk meteen bij het ontbijt even tellen. 1, 2, 3. 1000. 4,5. 4,5. 5. Ik heb echt een hele portemonnee vol met verschillende briefjes. Dus ik moest even hulp hebben van de rest van de groep om het geld te tellen. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, dus 6800. Uiteindelijk bleek er in de pot 6800 euro te zitten. We zijn zo goed begonnen, maar er is toch een paar duizend euro uitgespeeld deze dagen, helaas. Goedemorgen. 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 Gefeliciteerd. Jullie zijn over de helft van ons avontuur. Beste prestatie. En jullie gaan een roadtrip maken. The road again. Van 2 dagen. Door de Karoo. Verwacht een mooie autorit. Prachtige uitzichten. En onderweg opdrachten om geld te verdienen voor de pot. Natuurlijk. Straks stappen jullie in deze 2 pick-ups... Dat bepaalt met wie je de komende 2 dagen en nacht doorbrengt. Maar eerst maak je klaar voor de test. Nee. Oh. Oh. Huh? Oh. Er
er staan maar 15 vragen. Ik gok dat wij nog wat andere dingen moeten gaan doen om de laatste 5 vragen op te gaan lossen. Maar wacht, hij zei niet eliminatie. Hij zei test. We gaan sowieso nog 2 dagen dan door, jongens. Maar zouden wij dan de test maken? Test en eliminatie. En dan 2 dagen reizen en dan eliminatie.